Vandaag short ribs, oftewel runderribben, van het Pallet Grill. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Meatfish.nl. Waarom zeg ik dit? Dat bestel je. Die gasten komen dit vers brengen. Ik had gebeld. Ik zeg, hey, ik ga een filmpje opnemen. Hebben jullie short ribs? Jazeker. Ik zeg, maandagochtend gaan we opnemen. Komt een gastje, komt dit brengen. Vers. Dat noem ik nog een service. En ik woon een takkend van die gasten vandaan. Hè. Moesten er 2 over rijden. Dus ik wil het toch even gezegd hebben. Meatfish.nl. Helemaal top. Short ribs. Ja, wat zijn dat? Dat zijn runderribben. Eigenlijk bijna de spare ribs. Maar dan van de koe. Hè. Officieel is short ribs zijn 5 rib. Dat is officieel. Vanaf de 3e tot en met de 7e voor de 8e. Dat stukje zijn de short ribs. Je hebt ook de Jacob's Ladder. Dat zijn dan 6 ribben. In Nederland krijg je ze zo. Dat zijn 3 ribben. Zie je dat? Dus geen vlees wat je als steak kan gebruiken of zo. Maar mooi, het werkt heel goed voor braseren. Dus zeg maar stoven in een pan. Maar ook roken en zelfs grillen. Dat grillen ga ik nog een andere keer doen. En nu ga ik hem langzaam garen. Op de pellet grill, zoals gezegd. Ook dit ken ik al misschien wel 15 jaar. Ik doe ook wat conceptontwikkeling voor restaurants. Voorbeeldje, een jaar of 5 geleden of zo gaf ik dit als een voorbeeldje van is dit wat voor jullie op de kaart. Laat proeven, ze vond het allemaal helemaal te gek qua smaak. Maar ze dachten niet dat zeg maar een succes zou gaan worden. En wat denk je, 5-6 jaar later, in heel veel restaurants, wat zie je allemaal? Short ribs. Luister toch eens wat vaker naar me, jongens. Luister toch eens wat vaker. Ik heb de Broil King Pro XL. Pallet smoker, of pallet grill eigenlijk. Als ik zeg smoker, dan doe ik hem tekort. Want je kunt daar heel mooi op smoken, low and slow. De vorm ziet er ook een beetje uit als een offset smoker. Hè? Alleen deze werkt op pallets. Nou, wat zijn pallets? Let op, laat je zien. Zie je dat? Het is geperst hout. Zonder enige toevoeging, dat is puur geperst hout. Dat heb je in appelsmaakjes, in kerstensmaakjes, in eiken, in hickory, noem het maar op. Dit is een blend van verschillende boomsoorten bij elkaar. En dat zorgt dus voor mijn verbranding. Dus eigenlijk als mijn brandstof, mijn hitte, maar ook mijn smaak, mijn rookhout. Dus 2 dingen in 1. Nou, en zo'n pallet grill, die kan dus op een hele lage temperatuur urenlang, kan die, dagenlang kan die in principe zijn werk doen. Constante temperatuur, hè? Of het nou 50 graden is of min 50 graden, maakt niks uit. Thermostaat die regelt dat gewoon dat hij op die temperatuur blijft. Is het heel, heel erg koud buiten, dan gaat hij gewoon, ja, moet hij harder werken, dus meer pellets verbranden om aan die temperatuur te komen. En is het warm, dan zul je merken dat het veel en veel minder is. Hij is goed geïsoleerd, dat is een dik ding. Het deksel is ook helemaal geïsoleerd. Je ziet dat ik hem aangezet, ik heb hem op een lage temperatuur staan. Daarom zie je ook wat rook. Om hogere temperatuur heb je doorgaans wat minder rook, want dan wil hij gewoon heel veel verbranden. Ik zet hem vast eventjes op 110 graden. Het is gewoon een grote knop, indrukken en 110 graden is. En dan gaat hij naartoe lopen. Dus het is een super, super fijn apparaat. Ik heb hem nu een paar keer gebruikt. Ik ben daar heel, heel erg heel erg blij mee. De Broil King Pellet Grill. Nou, je ziet bij de short ribs zie je heel vaak heel veel vet. Niet alles hoeft eraf. Soms heb je echt van die dikke klonten vet. Die zou ik eventjes goed trimmen. Maar we willen hem wel een klein beetje schoonmaken. De vetdooradering van eigenlijk van elk stuk vlees. Is heel erg bepalend van wat voor een rund het is geweest. En dus ook malsheid. Want hoe meer dooradering, hoe meer vetdooradering, hoe malser vlees is. Anders heb je alleen maar spierweefsels. En dat is natuurlijk qua kauwen is wat heftiger dan dat het heel dooraderd is. Want dat is het zachte. Dat breekt ook die spierstructuur als het ware. Nou ja, dit vind ik eigenlijk wel mooi genoeg. Deze kant hoef je niks aan te doen. Rundervet gooi ik overigens nooit weg. Dat wil ik nog wel eens gebruiken. Dat wil ik nog wel eens mooi op smaak maken met zout en peper. En bijvoorbeeld door mijn hamburgers mengen. Als ik mooie eigen hamburgers maak. Of soms bij het maken van jus of dergelijke dingetjes. Dus rundervet gooi ik nooit weg. Sowieso rundervet op een barbecue. Dat is genetisch bepaald. Hè? Elke kerel, ik weet niet of we dat ook hebben. Maar elke kerel die ruikt rundervet op de barbecue. En dan, ja, daar loop je vanzelf naartoe. Daar wil je bij zijn. Ongelooflijk. Zei ik wijven? Ik zei wijven. Nou ben ik zelf een liefhebber van peper en zout als het gaat om rundvlees. Maar soms wil je het ook een klein beetje interessant maken. Want dit wordt een heel leuk gerechtje. Hier gaat ook wat gegrilde paksoi bij straks. En wat rijst. Dit wordt dan echt een mooi gerechtje. Hè? Maar dat vlees, peper en zout, daar gaan we mee beginnen. Dan nog een klein beetje knoflookpoeder. En een beetje koffie. Wakker worden. En het is niet dat dadelijk je vlees naar koffie gaat smaken. Een beetje gerookt, geroosterd echt. Dat is heel bijzonder wat dat doet op een stukje rundvlees. Of lam is ook zo lekker. Of wild koffie, dat gaat goed hoor. Zo.
de botten naar beneden. Daar ligt het vlees. Nou gaat de thermometer erin. Nou kan mijn thermometerproop hier doorheen. Het midden van het vlees. Dus dan moet ik hem ergens hier. Voor mij zit ik goed. Die gaat in gaatje nummer 1. Hoppakee. Kastje dicht. Mijn pellet grill heb ik gezet op 110 graden. Dus de buitentemperatuur is 110 graden. Daar blijft hij op. Uren en uren en uren. Maar mijn kerntemperatuur, dus van die proop die ik net in heb gedaan, die zet ik op 70 graden. Dat doe ik als volgt. Hoppakee. En set. Een kind kan de was doen. 70 graden, dan is hij nog niet gaar. Hij is op zich wel gaar, maar ik wil hem veel en veel malser hebben. Ik wil hem eigenlijk helemaal kapot koken. 70 graden. Op dat moment wil ik hem aflakken met een lekker laksausje wat ik zo meteen ga maken. En dan zet ik hem meteen op 140 graden. Gaat hij eventjes iets hoger. 140 is nog steeds redelijk laag hoor. Maar dan kan mooi die lak kan mooi gaan karamelliseren. Wordt het vlees nog bruiner. En dat zal ongeveer de laatste uur zijn. Ik denk van die 70 naar uiteindelijk 92, want daar wil ik hem op hebben, zal ongeveer een uurtje duren op 140 graden. Verwacht ik. Goed, ik ga een laksausje maken. Het wordt een beetje een teriyaki saus. Idee. Lijkt er een beetje op. Kijk, officiële teriyaki, dat is eigenlijk een zoute saus. Hè? Wij kennen hem als zoet. Dat is echt gewoon helemaal verwesterd. Teriyaki is eigenlijk gewoon zout. Ik heb hier een heel klein gasbrandertje, een fokertje. Voem. Ik wil een teentje knoflook hebben. Ik heb hier een half rood pepertje, een centimetertje gember. Die gember gaat even in plakjes zoveel mogelijk oppervlakte creëren. De knoflook. Het ook even gesneden worden. Dit zeven we straks allemaal eruit, want ik wil een gladde saus. Half rode peper. En een shallotje. En ik denk dat een halve in dit geval beter is. Pannetje erop. Een beetje olie. Mijn shallotje kan er al bij. Sisgeluiden. Dit ruikt nou al fantastisch. Serieus. Goed, wat hebben we nodig? 125 milliliter mirin. 125. Sake. 125 milliliter. En sojasaus, ook 125 milliliter. Dan bruine suiker. En omdat ik hem dadelijk lekker stroperig wil hebben en lekker zoet, 3 eetlepels. En die gaan we lekker inkoken. En inkoken wil zeggen reduceren. Dus dat er ongeveer een derde overblijft van de saus. En net voordat hij heel erg stroperig wordt, dan ga ik hem zeven. Dan ga ik al de gembertjes, de knoflookjes en de pepertjes even uitzeven. En dan ga ik hem verder inkoken, dat ik een mooie, dikke lak heb. Zes bakken koffie verder. Wow. Hey, ik had het vorig jaar al een keer gezegd. Bij veel van mijn gerechten komt er een speciaal wijntje bij. Een heerlijke Shiraz Cabernet Sauvignon uit Zuid-Afrika. Een Delheim. Dat is volgens mij een verbastering van Daly en Holhuizen. Duitse familie in Zuid-Afrika. En overgenomen door Michael Sperling en zijn vrouw Vera. Ja, kennis heb ik, hè? Kennis. Ik weet niet of Duitsers zijn, klinkt gewoon Duits. Michael Sperling. Maar dit is een heerlijk wijntje, volgens Danny, bij mijn short ribs. Dus ja, ik ga wel even een klein beetje proeven alvast. Alle vertrouwen in natuurlijk, hè. Ik ruik pruimen. Echte pruimen, hè. Dat is geen grapje. En ja, lekker. Hij ruikt goed. Oh, heel fruitig. Heel licht, heel licht. Dat is weer een voltreffer. Ik ben benieuwd straks met het complete gerechtje, met een stukje vlees samen. Maar zo is hij al fantastisch. Nou vang ik de saus op in een mooi gietijzeren steelpannetje. Ik denk dat het ideaal om op de barbecue te zetten. Er zit zo'n kwastje bij. Daar kan ik mooi mijn vlees mee aflakken zometeen. Ah, hij heeft een kerntemperatuur al van 41 inmiddels. Stel even stiekem kijken. Oh, het begint al mooi te kleuren. Ja, ik denk alles bij elkaar dat hij een uurtje of 7 à 8 nodig heeft. Dus ik ga even wat anders doen.
Mijn vlees heeft een kern van ruim 75 inmiddels. Tijd om er een beetje extra smaak aan toe te voegen. Onze zelfgemaakte teriyaki-achtige saus. En ik heb net de temperatuur even naar 140 gedraaid inmiddels. Dus hij loopt nou op. Zodat het laklaagje ook extra kan karamelliseren. Hij heeft echt een heel mooi korstje gekregen. En ik voel gewoon dat hij aan de binnenkant super zacht is. Super gaar. Goeie dingen. Nee, 6 uur verder. Hij heeft dus 6 uur lang heeft hij gegaard. En hij is klaar. Hij is op 92 graden. De kern. Dus nou ga ik nog eventjes de paksoi afgrillen. Dat wil ik op een bakplaatje gaan doen. Dus ik heb hem zojuist. Hij stond op 140. Ik heb hem naar 315 gezet. Hij is nu aan het opwarmen naar 315. Ga ik even een gietijzeren grillplaat opleggen. En dan kan het vlees eraf en eventjes mooi rusten in deze tussentijd. En aangezien het min 1 is buiten. Even een beetje folie eroverheen. Ik snijd het blad er even uit, maar dat ga ik wel gebruiken. Dit heeft maar heel kort nodig. Dus dit gaat dadelijk even op de grillplaat. En deze snij ik eventjes in schuine stukken. Een beetje zalt. En een beetje peperd. Die paksoi gaat nou eventjes kort op de bakplaat. Hij is 275 graden. Hij wordt nog heter, maar ik denk dat hij al wel kan. Ik heb ondertussen ook mijn rijst eventjes gekookt. Rijst is mooi. Dus die is klaar. Oh, wat mooi, oh, wat mooi. En het is zo mals. Kijk, dit bot. Trek er gewoon uit. Hoe gaaf is dat? Die gaan we gebruiken in de presentatie. Dit is die zogenaamde smoke ring. Je ziet wat er gebeurt, hè, als je met rook kookt. Dan zie je eerst die rookring ontstaan. Ik weet niet of je dat kan zien op de camera. Maar het ding is zo vreselijk sappig. Het ding loopt gewoon bij weg. Het is niet normaal dit. Het is gewoon niet normaal. Dankjewel voor je diensten. Haha. Buitenkant is ook heel erg knapperig. Het is echt een mooi korstje gewoon. Fantastisch. Helemaal mooi gekarameliseerd. Ik ga snel even een bordje opmaken. Voordat het afkoelt. Zo, even een bordje. Makkelijke pannetjes, hè? Ik zet wel even een linkje waar je ze kan kopen. Altijd prettig. Daar is hij dan, mijn langzaam gegaarde short rib op de pellet grill. Vond je dit nou een leuk filmpje? Duimpjes omhoog, elk duimpje telt. Laat ook wat weten en onder in de reacties wat je ervan vond. Of je nog leuke ideeën hebt als je iets vindt dat ik moet maken. Laat het alstublieft weten, ik lees alles. Helemaal geweldig. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent, zou top zijn. Belletje aan, helemaal geweldig. Krijg je van mij een berichtje als ik weer een nieuw videootje heb geüpload. En dat is elke week. Straks zelfs ook nog op zondag gaan we ook nog iets speciaals doen. Niet alle zondagen, maar sommige zondagen. We hebben plannen voor 2020. Je wilt niet missen. Echt waar. Mensen, ik ga proeven. Tot volgende week. Aha. Sake. Sake. Tiku sake. Steelpannetje. Dingenzaak ideaal. Kut. Zo, even een bordje. Even een bordje opmaken. Voel je hem? Even een bordje opmaken.